Vicepresident, burgerleden en overige hoogwaardigheidsbekleders, directie, management team en raad van commissarissen, contractors, oliebis, dames en heren, zeker de leden van EBS en natuurlijk de dames en heren van de pers. De nieuwe EBS Powerprint, waarvan wij vandaag de officiële opening meemaken, is het resultaat van een intensieve en doeltreffende samenwerking tussen de staat, de EBS en de private sector binnen en buiten Suriname. Een samenwerking die het opzetten van deze nieuwe centrale mogelijk maakte binnen een zeer kort tijdsbestek. Ik dacht dat de eerste inleider zei dat wij 2 maanden voor waren op schema. Ik wil dan ook alle betrokkenen bedanken die van deze publiek-private samenwerking een succes hebben gemaakt. Met de investering in de nieuwe centrale van de EBS, 63 megawatt, en de uitbreiding van staatsolie, bekend 34 megawatt, is er nu meer dan voldoende stroom om in elk geval aan de pieken in de vraag tot 2016 te kunnen voldoen. Terwijl ook aan de vereiste reserve marge die nagaande is voldaan. U weet, elektriciteit is van cruciaal belang, dat is meerdere malen hier al gezegd, is van cruciaal belang voor de economische ontwikkeling van het land en daarnaast van essentieel belang voor het leven van alle dag. Met de snelle economische groei en de voortdurende verbetering van de leefomstandigheden stijgt natuurlijk ook de maatschappelijke vraag naar elektriciteit. Met de opening van de nieuwe centrale verlichten we de druk op onze elektriciteitsaanvraag een beetje. Maar zolang er nog delen binnen ons land zijn waar men 24 uur elektriciteit ontbeert, zijn wij er dus nog lang niet. Ik denk dat ik hiermee op een andere wijze heb gezegd wat de minister heeft gezegd. Het is de plicht en de verantwoordelijkheid van de staat om beleid te maken om deze achterstanden verder weg te werken. We hebben aan een deel van de mensen voorzien van stroom die ze tientallen jaren moesten ontberen. Maar daartegenover staan er nog net zoveel mensen die nog op aansluitingen wachten. Universal access is dus een leidende principe, oftewel elektriciteit voor iedere Surinaamse burger. We zullen ook versneld de achterstand en het achterstallig onderhoud in transmissie en distributie moeten inlopen in de kustvlakte. En om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar elektriciteit van huishoudens en ondernemers, moeten wij ook voor de periode na 2016 blijven investeren in voldoende opwekcapaciteit. Ik heb van het EBS management vernomen dat er reeds enkele pre-commitments met lokale en internationale investeerders zijn die vertrouwen hebben in de ontwikkeling van Suriname en willen ondersteunen met de investeringen die nodig zijn in het netwerk. En dat is natuurlijk goed nieuws. Bij het maken van lange termijn plannen
moeten we echter meenemen dat er sprake is van veranderende weersomstandigheden. Die extreme droogte, bosbranden, extreme overstromingen en andere ongewone gebeurtenissen veroorzaken. We hebben de droogte in Panama en Brazilië gezien. De Panamese overheid heeft toen zelfs een decreet uitgevaardigd dat bedrijven moesten sluiten tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens van maandag tot en met donderdag. En zij de airconditioning tussen 11 en 3 moesten uitzetten. Andere delen van de wereld krijgen bijvoorbeeld te maken met zware orkanen en tornado's. Hoewel Suriname dit soort extreemheden nog bespaard is, moeten we wel rekening houden met de impact op onze leefomgeving en de gevolg van klimaatsverandering. Er wordt wereldwijd dan ook gesproken over zuiniger met energie omgaan en de inzet van schonere energiebronnen aanboren. Vandaag bevestig ik dat de regering Boudersen Amerali de inzet en de vastberadenheid heeft om te migreren naar een duurzame energiemix. Dat is in onze beleving als groenste land van de wereld de enige juiste route. De geplande duurzame energieprojecten bevestigen ook onze visie dat het nastreven van schonere hernieuwbare energie moet worden gekoppeld aan onze algemene agenda van het creëren van werkgelegenheid en inclusieve groei die het leven van al onze mensen verbetert. Vanuit mijn kabinet, in samenwerking met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en met verschillende partijen, worden er serieuze gesprekken gevoerd die moeten resulteren in het versneld ontwikkelen van onze hernieuwbare energiebronnen. In dit rijtje hoort ook het serieus bestuderen van de verschillende opties van het Cabalemo Hydro-project. Maar ik wil hierbij wel direct opmerken dat een effectieve en duurzame energievoorziening in Suriname nooit eenzijdig zal mogen afhangen van alleen maar hydro. Ik dacht dat de coördinator van het managementteam het ook heeft aangedikt in zijn toespraak. Om onze doelstellingen van elektriciteit voor elke Surinamer te bereiken, zal er de komende jaren een focus zijn op 4 technische gebieden, namelijk hydro, solar, gas en natuurlijk niet te vergeten de grid. We zullen moeten investeren in een slimmer netwerk die de betrouwbaarheid en de beheersbaarheid van het net verbetert. Consumenten in staat stelt hun stroomverbruik te verbeteren en anderen zelfs in de gelegenheid stelt om een teveel aan energie die ze zelf opwekken aan het net te kunnen leveren. We moeten dus de moed hebben om dingen te veranderen met een gezonde portie van realisme. Ik heb net een tipje van de sluier gelegd van de roadmap voor duurzame ontwikkeling van de energievoorziening in Suriname. Maar dames en heren, het is natuurlijk makkelijker om optimistisch te zijn bij inhuldigingen zoals deze. Het is moeilijker echter om wat erna komt.
We weten met z'n allen dat er meer nodig is dan goede ideeën en plannen. De mensen die bij de IBS verantwoordelijk zijn voor de planning en uitvoering moeten bereid zijn om mee te bewegen met de benodigde transformatie van de elektriciteitssector in Suriname. Een transformatie waarbij ook de nog te implementeren energiewet een belangrijke rol speelt. IBS-medewerkers, ik hoop dat u zich niet slechts laat leiden door dwang, maar laat u inspireren en leiden door drang om het beter en uitgebreider te doen ten dienste van Suriname. Ik heb vertrouwen dat u in staat bent deze transformatie te maken. En als elke Suriname dezelfde houding aanneemt om het verlangen naar verandering om te zetten in daadwerkelijke actie, dan brengen we ontwikkeling. En dan brengen we licht naar elke hoek van het land waarvan wij zoveel van houden. De inhuldiging van deze centrale is een belangrijke, maar in het geheel toch wel een kleine stap in het bereiken van onze gezamenlijke ambities. Het is het symbool van de vooruitgang die we hebben gemaakt en voor wat de toekomst nog in petto heeft. Ik wil nogmaals alle partners in dit project feliciteren. Ik wil de contractors nogmaals feliciteren. Ik wil de financierders, het bedrijfsleven, ik wil de regering, de Surinaamse gemeenschap. Ik wil heel Suriname feliciteren. Maar net zoals ik dacht de directeur of een van de directeuren zei, het ligt niet altijd allemaal in onze handen. Het is veel plannen, het is gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen, het is besluiten nemen op een bepaald moment, want hadden wij dit besluit, VP, een krap anderhalf jaar geleden niet genomen, nou ben dit niet werkelijk. Nou ben dit een film, zoals vaker wordt gezegd. Maar daarnaast, dit is een heel belangrijke stap. Ik noem er een klein, in het geheel zoals we het zien, is een heel belangrijke stap. Maar ik denk dat binnenkort de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, dan wel de president, met de Nationale Assemblée moet gaan praten over de serieusheid waar met welk vraagstuk wij zitten. Ik heb tot 3:30 nog zitten delibereren en later toen de eerste ploeg wegging, dacht ik tot 4:00. Alleen maar over de problematiek welke zich thans aan ons opdringt, gewoon vanwege het kale feit dat vanaf maandag aanstaande Suralco ons geen 70 of geen 100 megawatt, neem even Everest, geen 100 megawatt meer gaat leveren, maar 70. Maar wat betekent het dan in concreto? We gaan de volksvertegenwoordiging nodig hebben. Maar we gaan de totale Surinaamse gemeenschap nodig hebben om te springen met onze energie. Er gaat een totale transformatie moeten plaatsvinden in onze mind. Er is veel werk aan de winkel. Maar ik vertrouw op dit land, ik vertrouw op dit volk, ik vertrouw op de leidinggevende. En ik wil nogmaals besluiten door heel Suriname in zijn algemeenheid, met het bijzonder onze vrienden van de EBS en hun contractors, subcontractors en de financiers van dit project.
en de mensen die vertrouwen hebben gehad in het project te feliciteren. Met een heel grand aan Leven in EBS? Dat is wat hier. Leven in EBS? Oké. Cheers. Storage tank die andere drie dagen bijgevuld moet worden.